Wat is een videosurveillant? Waarom rij je in een onherkenbare auto? Wat is de meest gepleegde overtreding? Ik ben Niels, ik werk als videosurveillant en ik wil jullie hartelijk welkom heten bij Vragenvuur on Tour. Wat is een videosurveillant? Een videosurveillant is iemand, bij ons dan, die in de videoauto rijdt. En de videoauto is niks anders dan een reguliere, onopvallende politieauto, uitgerust met een camerasysteem en een mobiele trajectmeter. In welke regio's rijden jullie? Ik werk in Assen, vandaar ook dat we hier op het TT-circuit zijn vandaag. En ik werk zowel opvallend als onopvallend, dus je ziet de Audi al staan en een onopvallende auto van ons. Als ik vandaag geen bijzonderheden heb voor in de provincie Drenthe, wat wel mijn eerste echte werkgebied is, kan het best zijn dat ik besluit om eens richting de Afsluitdijk te gaan. Zeker als daar klachten liggen of met gezamenlijke projecten met de collega's in Groningen als daar overlast is of dat soort dingetjes. Dus ja, ik zit overal. Hoeveel kilometers rij je op een dag? Ja, dat wisselt nogal. Als ik veel schriftelijk werk heb, dan kom ik soms amper het bureau uit. Maar er zijn best dagen bij, dat kunnen we zien op het videoscherm, dat we meer dan 400 kilometer rijden. Ik hou van je. Oh, die is niet van jou. Waarom rij je in een onherkenbare auto? Ja, als die strepen erop zitten, dan gedraagt iedereen zich natuurlijk. Maar juist door onopvallend te rijden, kun je zien hoe mensen rijden als er geen politie aanwezig is. Maar als iemand structureel aan het bumper kleven is of veel te hard rijden, dat soort dingetjes. Ja, dat is prettig dat we dan even dat gedrag kunnen observeren en vastleggen. En met zo iemand even een gesprekje kunnen gaan aangaan. Dus als ik dat met een opvallende politieauto doe, gaat dat niet lukken. Is het leuk om tijdens de TT te werken en waarom? Ja, kort en bondig, ja. En we hebben gewoon een hartstikke goede samenwerking altijd met het circuit. Dus we hebben met het werk ook altijd best wel veel hier rondom het circuit te doen dan. Om te zorgen dat het allemaal een beetje ordelijk verloopt. En ik vind het leuk dat het nu eindelijk na vorig jaar de corona ellende, dat het dit jaar weliswaar wat beperkter, maar weer kan doorgaan. Wat is de hoogste snelheid die je ooit hebt gereden? Met het werk zal dat de top van de auto's zijn. Op de teller heb je dan bijna 270 staan. Wat is de meest gepleegde overtreding? Ik denk, los van snelheid natuurlijk, en die heb je in allerlei gradaties, even heel breed gepakt, afleiding. En dat kan de telefoon zijn, dat kan make-uppen zijn, dat kan het scheerapparaat zijn, dat kan een papier invullen zijn, dat kan van alles. Maar afleiding, en dan pak ik gewoon echt even heel breed, want het is echt niet alleen maar die telefoon, hoewel dat wel een hele grote is in die categorie, is denk ik echt het meeste wat voorkomt. En wat ook gelijk de grootste ongevalsfactor is. Zou je ooit nog aan een politie-gerelateerde serie meedoen? En daar zit ik. Vragen staat vrij. En het lijkt me hartstikke leuk. Ik bedoel, ik ben denk ik al redelijk lang op tv te zien. En ik vind het gewoon superleuk om te doen. Dus als ik gevraagd word voor iets, dan denk ik dat ik er niet lang over na hoef te denken. Hartstikke bedankt voor jullie vragen. Leuk om te beantwoorden. Heb je nou nog meer vragen? Post hieronder eventjes. Misschien kan er nog antwoord op gegeven worden. En uiteraard like deze video eventjes en abonneer je ook. Als er dan weer nieuwe video's komen, kun je die ook gelijk zien. Voor nu bedankt voor het kijken. En misschien zie ik jullie een keer weer op een andere media. Bedankt en tot ziens.